Henk, nogmaals dank voor de samenwerking. Wij vonden het echt geweldig hoe enthousiast jij in het hele proces bent geweest. Meerdere keren bij ons langs bent gekomen. Zelf wilde zien hoe ze uiteindelijk geslagen werden. Hij kon niet wachten tot hij het eerste exemplaar in zijn handen had. Henk Schiefmacher. Toen de Koninklijke Nederlandse Munt hem benaderde voor een ontwerp, twijfelde hij geen moment. Ik geloof 6000 of zoiets gaan ze er maken, of 5000 zijn er nu gemaakt. Bam, bam, die machine rollen die dingen aan alle kanten uit. Ik wist dat als ze er eens vragen dat je je hoofd erop zet. En ik denk, nou, dan doe ik dat precies zo, zoals keizer Nero of Willem III. Ja, hallo. Kan je het nog herinneren, de eerste tattoo die je zette? Dat was op de lagere school, toen ik iemand met mijn kroontjespen heb gestoken. En die heeft een heel klein stipje. Ik heb later nog wel, zeg maar, hartjes en een keer een leeuwenkop helemaal met de hand gestoken. Zoals je tegenwoordig in één keer wel weer een soort van populair ziet worden, de handpoked. In de afgelopen 40 jaar heeft Henk de tattoo-wereld een flinke metamorfose zien ondergaan. Ja, er is enorm veel veranderd. Om te beginnen waren we met ongeveer 350, 400 tatoeëerders in de hele wereld. Nu heb je gewoon zo'nzelfde groep in één stad. Volgens Henk moet een tattoo iets unieks zijn. Iets waarmee je communiceert, net als een bepaald t-shirt dat je aantrekt. Dat unieke ziet hij steeds minder. Pinterest, hè? Dat soort dingen komen ze mee binnen en dan denken ze dat ze iets unieks hebben, maar dan hebben ze bijna allemaal hetzelfde. En die komen allemaal met hetzelfde plaatje. En dan zegt maar mevrouw of meneer, jullie willen weer iemand die een kompasje of een klok wil hebben met twee rozen. Tegenwoordig weiger je om vanwege de onnozelheid. Dat je denkt van, waarom zou je zoiets willen hebben? Ja. Ja. Vind je het nog leuk? Jazeker. Alhoewel het wel heel anders is. Wat is er anders? Nou, iemand die een groot chestpiece had in die tijd, een stuk op zijn buik en zijn armen vol en nog een paar dingen op zijn benen, die kende je. Ik kan me wel herinneren dat er bijvoorbeeld als er eens een dode werd gevonden en dokter Zelderus stuurde dan de politie bij me langs met een schoenendoos en er zat dan een stuk van een gemummificeerd lijk in met een tatoeage, daar kon je al iets over vertellen. Nu, als je nu een tatoeage zou zien, dan kun je niet zo heel makkelijk meer vertellen wie hem gemaakt heeft. Vind je dat jammer? Ja, een beetje wel. Maar dat is een beetje de sentimenten van een oude man. Heb je wel eens een verzoek gehad van iemand om een tatoeage te zetten waarvan je dacht, nou, dat moet je nou, ik kom regelmatig voor dat ik het niet doe. Dat ik er geen zin in heb. Oh, je weigert ook? Ja. En dat heeft niet... Vroeger ging je weigeren je dingen die met haat of met nazi-symbolen te maken hadden. Tegenwoordig weiger je om vanwege de onnozelheid. Er zijn er gewoon de meest brave huisvaders die getatoeëerd zijn alsof ze een Japanse onderwereld zelf zijn. I like these things. Hoe lang ga je nog door, Henk? Ik heb nog geen... Daar horen lichamelijke kwalen bij. Dan zou je Parkinson of weet ik van wat moeten krijgen. Maar tot nu toe lukt het je nog? Het lukt me wel. Ik ben wat selectiever. Ik wil het niet allemaal mee doen. Maar soms kan ik het ook niet laten omdat het zulke lieve en aardige mensen zijn. Of het is zo'n romantisch verhaal. Of het gaat over iemand met ziekte of weet ik van wat. Dus ik blijf het voorlopig nog wel even doen. Als je het portret goed inzoomt, dan zal je ook zien dat hier in die nek heel kleintjes Louise staat. Er zitten nog allerlei verstopte dingetjes in die muntjes. Ik heb ook een lintje gekregen natuurlijk 2 jaar geleden. Ja, die had je al, dat lintje. Ja, maar dit is natuurlijk dit is een soort van topje daar weer bovenop. Dit is, ik vond het ook, toen ze het aan me vroegen, toen wist ik ook eigenlijk helemaal geen goed raad met het antwoord. Ik denk, wat moet ik dan met een muntje? Ik dacht eerst ook nog in al mijn onnozelheid dat we daar in Nederland mee gingen betalen. De munt geldt voor 1 dag als officieel betaalmiddel. Op vrijdag 7 juni kunnen mensen die er een hebben een kleine tattoo laten zetten in de shop van Henk aan de Ceintuurbaan. Proost. Ja, proost.